Ik kom hier even klompen kopen. We kunnen die in België niet meer krijgen. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. De laatste klompenfabriek van Liemde verhuist naar Bokstel. Het was de laatste klompenmakerij in Liemde. Hoeveel klompenmakers had Liemde? Ja, de cijfers die wisselen, maar de laatste cijfers zeggen ze dat er 26 fabrieken geweest zijn. 26? 26, ja. Waarvan wij de laatste zijn. Daarom, ook daarom hebben we besloten, we moeten iets feestelijks van maken. Want het is toch een bedrijfstak die je niet verlaten. We kunnen niet zomaar voorbij laten gaan. Een klein stukje historie is dat wij in 1928 hier zijn gekomen. Mijn opa die kwam uit Boksel. Dat was ook een klompenmakerszoon uit Boksel. Trouwde met Liemse boerendochter. Is hier in 28 gekomen wonen, klompenmakerij begonnen en mijn vader Wim heeft dat overgenomen in de jaren 50, 60. In de jaren 80 heb ik dat weer overgenomen, sorry, 80, nee, 80 was het en toen, en nou mijn zoon zit er nog mee in. Dus. 60 jaar bijna heeft u hier gewerkt dan? Ja. En zijn er ook nog leuke dingen waarvan je zegt, nou dat was een leuk verhaal? Nou leuk, het was al gezellig werk, het was altijd goed. Ik wil zeggen, ik heb een feu geschilderd, klompen geschilderd. Ja, klompen geschilderd. En dat vond ik ook leuk. De klompendans. De belangrijkste man eigenlijk van het hele klompenmakerij. Geweest. Geweest, maar nog toch. Maar dus, wat je opzet en je laat het na, daardoor kan het voortleven toch? Ik kom hier ook niet veel mee. Ik woon op een andere plek nou. En op het ogenblik ben ik eigenlijk in het ziekenhuis. Hè. Ja, want ik... Maar hoe gaat het verder met u? Ik ben wel goed. Ik word nou in 13 december 95. Ik weet wel dat mensen die in de klomperij werken heel oud worden. Ja, ik kan. Hoi. God, wat zit jij prachtig te schilderen. Dank je. Ja. Wat wil je precies maken? Bloemetjes? Nee, een regenboog. Een regenboog. Wauw, geweldig. Dank je. En waar zet je hem neer? Hier. Oh, wat leuk. En welke kleurtjes ga je pakken? Alle kleurtjes? Goed zo. Veel plezier, hè? Dank je. Allemaal, het Liemtje. Ja, als ik voor iedereen spreek. Ja. De laatste keer hier in ieder geval, het Liemtje. De laatste keer hier, ja. En ja, jammer dat hij weggaat. Maar ik heb gehoord van de eigenaar, we kunnen altijd nog in Boksel terecht. Ja, dat hoort erbij, hè, Liemtje. Heb je die al lang of heb je die net gekocht? Nee, die heb ik al, een tijdje. En een tijdje is? Een paar jaar. Oh ja. En hoe lopen ze? Ja, geweldig. Ja? Ja, dat wordt een nieuwe schoenen, hè. Komt dus helemaal terug, hoor. De nieuwe trend. Komt helemaal terug. Ik hoorde net iemand van de mensen die hier zijn gekomen zeggen van... Ik koop ze niet gekleurd, zegt hij, want dan kan ik ze overal onderaan. Overal bij, ja, dat klopt, ja. Zef is de naam, schilderen is de baan. En wat heb je geschilderd, Zef? Ik ben uitgenodigd om een paar klompen te beschilderen. Met mijn mooie schilderkunsten. Ik kom hier even klompen kopen. We kunnen die in België niet meer krijgen, hè, die klompen. Dat is waar, ja. Ja, dus we komen hier even klompen halen. Ja.
De Verzelmstraat 19, dat is een keimooi pand. Daar kunnen we echt nog jaren vooruit. Lekker ruim. Wij doen nog steeds meer in licentie laten produceren. En daar hebben we een goede opslagfunctie. Hebben daar. Mooi kantoor. Goede logistiek zit er in de zaak. Dus echt, daar gaan we echt stukken in vooruit. Werknemers gaan ook allemaal mee? Ja, we hebben ook nieuw aangetrokken daar. Wat is een specialistisch werk voor, ja, voor logistiek. En dat ook andere mensen aan moeten trekken. Maar sommigen gaan mee, ja. Ja, dat is hartstikke mooi voor ze. Nou, ik zou zeggen, hele fijne open dag, maar zo te zien, is dat geslaagd? Ja, voor mij is dat heel geslaagd. Ik hoop dat we er een mooi einde van kunnen maken. Ja. Dankjewel. Graag gedaan, hè.